Omdat er zo'n 300 leerlingen en nog een aantal docenten thuis zitten, wordt een deel van de lessen op het Van Maerlant Lyceum aangeboden via een digitale verbinding. De school probeert op die manier de lesuitval te beperken. Ja, ik heb de eerste 2 uur les gehad van een docent die aanwezig was. Dan de derde uur docent die niet aanwezig was. 4e en 5e uur wel van een docent die aanwezig was. 6e uur was een docent ook niet aanwezig en 7e wel weer aanwezig. Dus het verschilt per uur en per docent. Nou, het is wel een hele rare dag zo. Ja, het is wel even wennen inderdaad. De eerste 5 minuten van de les die gaan ook echt met de hele klas over inbellen en dat het niet lukt. En dan krijgt er een leerling een appje van de code werkt niet en dan kan ik ze weer oproepen. En dan na 5 minuten zit iedereen erin en daarna is het eigenlijk business as usual. Sommige praktijkonderdelen zoals deze zijn nou eenmaal lastig via een digitale verbinding. Al probeert deze leerkracht om ook daar een mouw aan te passen. Toevallig het vorige lesweer heb ik uitgeprobeerd of we samen konden zingen. Dat was hilarisch. Toen, we hebben het beleid dat we de camera's uitdoen, hè, zodat er niemand te grappig kan zijn en filmpjes van elkaar kan doorsturen. Maar toen had ik ze toch even aangezet, want de hele klas had een slappe lach. Er staat 2 seconden delay op het zingen. Dus wij waren met de klas aan het zingen en alle microfoons thuis stonden aan. Dus iedere keer net 2 seconden te laat hoorde je heel hard door het lokaal de thuiszangers. Dringt het op dezelfde manier door als dat je echt in de klas zit met een fysieke docent erbij? Ja, het dringt best wel op dezelfde manier door. Je kunt ook zelf vragen stellen aan de docent. En ja, of de stem nou uit de computer komt of van een docent zelf, daar zit voor mij niet heel veel verschil in. De bewegingsvrijheid is wel een stuk groter dan in een gewoon klaslokaal. Alleen afspraken maken is niet voldoende. Ik zag hier net een hele... Ja, er is natuurlijk mogelijkheid om op je telefoon te gaan zitten of om andere dingen te gaan doen. Maar de docent die vraagt ook dingen aan jou en er wordt wel verwacht dat je actief meedoet in de les. Dus dat is niet altijd even makkelijk, zeg maar. En wat straks als jij ziek wordt? Ja, dan doe ik dat precies ook zo vanuit thuis. Lijkt me echt keileuk. Alleen al zonder muziekinstrumenten. Ja, alleen de praktijk wordt een beetje lastig. Ja, maar schijnt met Skype wel heel synchroon te kunnen. Dus misschien gaan we dan nog weer iets zoeken.